Chef Van Eyck, er is veel nieuws te melden uit Turnhout. Er gaat heel veel gebeuren. Dat klopt inderdaad, omdat Turnhout dit jaar twee grote feesten viert. Ten eerste is de stad 800 jaar. Dat wil zeggen, we hebben 800 jaar stadsrechten. En ten tweede heeft Turnhout dit jaar de titel van cultuurstad van Vlaanderen gekregen. En dat betekent dat wij om die twee redenen in totaal 250 activiteiten gaan organiseren, waarvan een aantal zeer grote evenementen en waarvan een heel pak artistieke producten en waarvan nog een ander pak activiteiten van de socioculturele vereniging. Ik heb begrepen dat u ook gelijk de laatste cultuurstad bent van België eigenlijk. Nee, het gaat over Vlaanderen. Het is zo dat is een titel die door de Vlaamse regering, toegegeven voor Nederlanders niet eenvoudig om het verschil tussen België en Vlaanderen te vatten. Het is een titel die 2 jaar geleden in het leven geroepen is. Wij zijn de tweede cultuurstad en mogelijk de laatste, maar daar zal nog een flink robbertje over gediscussieerd worden. Ja, en u bent toch de gelukkige met deze naam, deze subsidies ook en de mogelijkheden om er een groot feest van te maken. Kunt u wat meer vertellen wat er allemaal gaat gebeuren? Ja, het is zo dat wij inzetten op een aantal activiteiten die voor iedereen bedoeld zijn, zeg maar publieke evenementen. En we zetten tegelijkertijd in op artistieke producten. Als ik dat concreet maak, betekent dat dat wij, wat de evenementen betreft, nu bijvoorbeeld dit weekend, een openingsfeest organiseren. Waarin een grote variëteeshow zal te zien zijn, waarop een bekende jazzpianist komt spelen op een vuurwerk. Waarbij wij een taartenslag organiseren, omdat deze markt waar we nu op staan hagelnieuw is en die wordt zondag geopend als een salon van de stad, als een nieuw salon voor Turnhout. En daar nodigen we dan alle mensen van Turnhout voor uit om met een taart hier te komen mee feesten. Andere grote evenementen later in het jaar, een nieuwe historische stoet, een grote historische evocatie in september, een wielerkoers, want in België is wielrennerij cultuur. Er komt ook nog een manifestatie in november waarbij we inzetten op culturele innovatie en creativiteit. Er zijn in totaal nog een aantal grote dagen waarbij de Radio 2, nationale zender, hier een grote dag komt opzetten. Dus een stuk of 6-7 hele grote manifestaties. En daarnaast heb je dan een aantal voorstellingen die in het cultureel centrum van Turnhout lopen. De Warande, nog steeds het grootste cultureel centrum van Vlaanderen in zijn genre. Dus top artistieke prestaties op vlak van theater, tentoonstellingen. Dit weekend open 2 spoor. Een magnifiek tentoonstellingsparcours door de stad. Het gevolg, een theatergezelschap, doet een heel mooi stuk. Ook Theaterstap, dat is een gezelschap dat enkel werkt met mentaal gehandicapte mensen. Het stripfestival, het filmfestival. Dus de bestaande culturele Turnhoutse instellingen zetten hun beste beentje voor. Er zijn heel wat mensen mee gemoeid die eraan meewerken, denk ik. Reken maar dat we over een paar duizend mensen spreken, ja. Tot hoe lang loopt het cultuurjaar? Ja, het cultuurjaar start nu eigenlijk officieel dit weekend, 17 maart, en loopt eigenlijk tot 15 december. Dat is de laatste activiteit en tussenin staan dus die 250 activiteiten. En ook Nederlanders zijn natuurlijk van harte welkom. Uiteraard, Nederlanders zijn hier hartelijk welkom. Niet alleen met het feestjaar, maar permanent. De grootste groep niet-Belgen die in Turnhout woont zijn Nederlanders. Dus, en we zijn een grensstad, uiteraard zijn de Nederlanders van harte welkom. Het is duidelijk, hier moeten we zijn. Absoluut, welkom.